Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki kondigt aangepaste COVID-19 maatregelen. Vergadering van de staatsraad. Staatsraad geïnstalleerd. En ook Sociaal-Economisch Raad ingericht. President Chandrika Prasad Santokki heeft een aanpassing van de COVID-19 maatregelen aangekondigd. Er was reden daartoe omdat de afgelopen periode er sprake was van een daling van het aantal besmette personen. Hoewel het aantal positief geteste personen een daling vertoont, laten de cijfers zien dat wij echter nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. Het staatshoofd kondigde de volgende maatregelen aan. Alles dat wij doen zal steeds in overeenstemming moeten zijn met het nieuw normaal. We hebben daarom besloten om de maatregelen aan te passen voor de komende 2 weken. Doen we het niet, dan voorzien we negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en economische vlak. Vanaf vandaag tot en met zondag 27 september gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. De weekend lockdown wordt opgeheven. Het uitgaansverbod van 20 uur, dat is 8 uur 's avonds, tot 5 uur in de ochtend blijft echter van kracht. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende reden toestemming wordt verleend door het COVID-19 crisismanagement team. Maatregel 3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd en ze zullen verscherpt worden. Maatregel 4. Het onderwijsproces wordt gestart met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventieprotocollen. Maatregel 5. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden en hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. Maatregel 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Dit met een achtneming van de voorschriften. Maatregel 7. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen slechts plaatsvinden met een achtneming van de voorschriften. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten verboden zijn. Maatregel 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme plaatsvinden. Maatregel 9. Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke, maar ook bordelen en bars blijven voorlopig gesloten. Maatregel 10. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn uitsluitend ten behoeve van afval en bezorging. Behalve als ze beschikken over terrassen in de openlucht. Maatregel 11. Verder zijn met de volgende sectoren en bedrijfstakken concrete afspraken gemaakt. Recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga-dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscenter of gelegenheden,
contactberoepen zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops en markten. Ook hier geldt de strikte naleving van de voorschriften. Ze zullen uitsluitend onder de geldende voorschriften in de protocollen diensten verlenen. Beste landgenoten, we gaan het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen. En ik herhaal, wanneer we op elkaar letten. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. De weg naar normalisatie komt alleen als u zich houdt aan de regels en voorschriften. Ik dank aan ieder voor hun bijdrage. De medische zorg voor hun bijdrage en zorg. En de sectoren voor hun verantwoordelijkheid jegens werknemers en bijdrage aan noodzakelijke materieel. We gaan het samen doen. Voor ons allen. Voor onze kinderen. Voor ons geliefd land Suriname. Samen. Ik dank u voor uw aandacht. De Staatsraad is een adviserend orgaan in de Republiek Suriname. De Staatsraad heeft onder andere als bevoegdheden het adviseren van de president bij de uitoefening van zijn ambt als staatshoofd en als hoofd van de regering, het adviseren van de regering over algemene beleidsaangelegenheden en over de inhoud van wetsontwerpen alsmede volkenrechtelijke overeenkomsten, waarvan de goedkeuring van de Nationale Assemblée vereist is, en het adviseren van de regering over ontwerp staatsbesluiten. Dit orgaan kwam in vergadering bijeen met de president van de Republiek Suriname. Mag je nogmaals groeten en u welkom heten. Het is een heel belangrijke vergadering vandaag voor vele van de leden. En daarom ben ik als president ook aanwezig. En de bedoeling is namelijk dat het eerste gedeelte van de vergadering zal leiden. En daarna zal ik vragen dat de vicevoorzitter verder leidt. De bedoeling is namelijk dat ik het eerste deel van de vergadering zal leiden en dat daar de vicevoorzitter overneemt. We hebben hierna nog een staatsraadvergadering, niet hier, maar in het congresgebouw, congreshal. Dat is de nieuwe staatsraad. Maar aangezien het de laatste vergadering is, vicevoorzitter, wil ik dan met deze opening dan de formele opening te hebben gehad. En ik kijk of ik nog bij de mededeling nog een toespraak hou voor de leden van de staatsraad. Dan zal ik bij agendapunt mededeling nog een bijdrage leveren, omdat vandaag de laatste zitting is van de staatsraad. Voor velen misschien ook de laatste keer dat ze als lid van de staatsraad gaan optreden. Het is goed op deze dag een woord te richten als president, voorzitter van de staatsraad, aan uw graag college, leden van de staatsraad. Op grond van de wet staatsraad eindigt de zittingsduur van de staatsraad uiterlijk 90 dagen na de dag waarop na gehouden algemene verkiezingen de Nationale Assemblée in haar nieuwe samenstelling in vergadering bijeenkomt. Vandaag zult u onder dankzegging worden ontslagen als lid van de staatsraad. Sommigen van u zullen terugkeren in de nieuwe samenstelling van de staatsraad die wij vandaag gaan installeren na deze bijeenkomst. Voordat wij zullen overgaan tot ontslag, wens ik als voorzitter Qualitatequa van de staatsraad een kort woord van dank tot u te richten. Deze regering, en dat heb ik ook
persoonlijk als voorzitter van de staatsraad ook gedaan. Door op u een beroep te doen om in het kader van spoedeisend karakter van zaken om met spoed advies uit te brengen. En dat hebben we gedaan bij het geval van de invoering van de solidariteitsheffing in de inkomsten en de loonbelasting. U heeft daar tijdig de nodige spoed, met de nodige spoed een constructieve bijdrage geleverd in de vorm van geleverd advies. Daarvoor wil ik u bedanken, maar het is goed om ook de staatsraad te informeren dat met het advies van de staatsraad de wetsontwerpen verder zijn doorgeleid naar de Nationale Assemblee. Maar in diezelfde periode was er overleg gestart met de vakbonden en het bedrijfsleven. En met de vakbonden en het bedrijfsleven is afgesproken dat wij het breder pakket van maatregelen ter beheersing van de crisis gezamenlijk zouden bespreken in tripartiet verband, namelijk in de Sociaal-Economische Raad. En vandaag wordt ook de Sociaal-Economische Raad geïnstalleerd. En dan kunnen we met de Sociaal-Economische Raad, met al de partners van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de regering, dan de maatregelen die wij als regering voorbereid hebben, in goed overleg met elkaar bespreken. Ter beheersing van de crisis, maar ook om te zorgen dat onze economie gaat stabiliseren. We hebben ook gemerkt dat u meegewerkt heeft aan ontwerpwetten die in behandeling waren. Een paar van de wetten zijn teruggenomen om te kijken naar de inhoud van de wetten, om na te gaan of ze passen binnen het beleidskader van de regering en of de regering zich kon verenigen met de inhoud van deze ontwerpwetten. En daarna zullen ze in aangepaste vorm terug worden aangeboden aan de staatsraad. Ook hiervoor wil ik jullie dank zeggen voor de bijdrage en de adviezen die jullie gegeven hebben. Ik doe een dankwoord ook aan u namens de raad. Het is een korte periode dat we u hebben mogen meemaken als voorzitter van de raad. Maar zoals u daarnet heeft aangegeven, de vraagstukken die dringend op de agenda van de raad waren, daar heeft u ook bijzonder aandacht geschonken en u heeft ze net aangehaald. Dus we beëindigen, althans zijdes die niet door zullen gaan in de raad, beëindigen hun lidmaatschap het besef dat de zorgpunten die wij u hebben doorgegeven, dat die aandacht zullen verkrijgen en dat die tot een oplossing gebracht zullen worden. Met uw goedvinden, heer president, wil ik ook de leden van de raad dankzeggen voor de ondersteuning die ik heb gehad gedurende de afgelopen periode. In 2006 ben ik toegetreden op de raad en vanaf 2010 als ondervoorzitter van de raad tot heden. Het is een waar genoegen geweest om de voorzitter van de raad te vervangen. En ik heb in die periode vrienden gemaakt, ook al kwamen wij uit verschillende politieke huizen. Er is één ding wat erg belangrijk was voor ons, en dat was het algemeen belang. Suriname voorop, was het niet moeilijk om overeenstemming te bereiken waar het ging om de verschillende vraagstukken waarover de raad advies moet uitbrengen. En ik zeg hun heel hartelijk dank. En ik mag u ook de verzekering geven dat zij die terugkeren, dat die bij dezelfde verven, hetzelfde bewustzijn en bewustwording, het werk zullen blijven doen. Nogmaals, het was een waar genoegen het land te mogen vertegenwoordigen in de raad. Ik dank mijn partij die me toen ter tijd in de gelegenheid gesteld heeft om zitting te nemen in de raad. En ik ga terug met een goed gevoel, nogmaals, dat ik een bijdrage heb mogen leveren en dat ik vrienden heb gemaakt. En ik wens u als president heel veel succes toe in het werk dat u op uw schouders hebt genomen om dit land
te brengen naar een hoogte waar het goed te vertoeven is voor ieder. En ik zal u blijven ondersteunen op dit pad. Dank u wel. En dank u, leden van de Raad. Secretaris, u ook bedankt voor de noeste arbeid, het harde werken om op tijd de adviezen klaar te hebben. Het is niet altijd makkelijk geweest. Ik kan me herinneren dat ik u soms 's avonds om 11 uur bel van is het advies nog niet af, want er wordt op gewacht. En ik heb nooit een boze reactie van u gehad. Dank daarvoor. Het gaat u verder goed. Voorzitter, u heeft een hele goede kracht. En ik zou zeggen, maak er gebruik van en zorg ervoor dat de omstandigheden waaronder ze moet werken, dat het optimaal wordt. Nogmaals, beste mensen, president, voorzitter, dank u wel. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op vrijdag 14 september 2020 de Sociaal-Economische Raad geïnstalleerd. De SER is een belangrijk advies- en overlegorgaan om sociaal-maatschappelijk draagvlak te creëren voor beleid. De communicatiedienst Suriname was aanwezig bij dit bijzonder moment en heeft het volgende voor u vastgelegd. De SER heeft volgens de wet tot taak de regering te adviseren. Omtrent A. Een goede afstemming van en bij het sociaal-economisch beleid betrokken belangen van overheid en maatschappelijke groepen gericht op economische stabiliteit en sociale rust. En B. Een goede maatschappelijke werkzaamheid en een duurzame ontwikkeling van het sociaal-economisch leven. En vandaar uw betrokken maatschappelijke groepen gericht op de sociale rechtvaardigheid en economische groei. Deze taakstelling kan niet beter passen binnen de visie van deze regering. In de eerste plaats de visie van eenheid, in de tweede plaats de realisatie van deze visie door middel van dialoog en het bevorderen van onderlinge verbondenheid. Na een aantal jaren van spanningen binnen het sociaal-maatschappelijk veld, om maar niet te praten over polarisatie, mogen het weer hebben over nieuwe vormen van samenwerking. Om mij heen, in een breed deel van de samenleving, merk ik de behoefte om weer op zoek te gaan naar wat ons samenbrengt, naar wat ons verbindt. Het is daarom goed om de volgende kernwoorden uit de wettelijke taakstelling opnieuw te herhalen. En ik vraag uw aandacht hiervoor. Economische stabiliteit, sociale rust, maatschappelijke werkzaamheid, duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en economische groei. Deze kernwoorden zijn zaken die ons allen verbinden, die ons allen samenbrengen. Deze kernwoorden heeft deze coalitie als kernwaarden aangenomen als fundamenteel binnen in ons regeringsbeleid en binnen de ontwikkelingsdoelen die deze regering heeft gesteld. Mevrouw Kisun Singh, welke rol gaat u vervullen binnen de Sociaal-Economische Raad? Nou, die rollen hebben we nog niet verdeeld, maar zoals u weet is die Sociaal-Economische Raad speciaal benoemd om in brede lagen van die samenleving een vertegenwoordiger te hebben. Omdat de problemen die op dit ogenblik spelen gigantisch zijn. Dus in principe vanuit elke laag van de bevolking, vanuit ook de deskundigheid, zal er ingespeeld worden op de problemen. En wij zullen vanuit onze deskundigheid proberen die oplossingsmodellen aan te dragen. En we hebben al een klein beetje gesproken bij de nieuwe leden. En we zijn van mening dat we niet gaan wachten dat de regering ons adviezen vraagt. Want zoals u weet is de SER een onafhankelijk adviesinstituut die gevraagd dan wel ongevraagd adviezen kan geven, zowel aan de regering maar ook aan het parlement.
Maar wat we hebben gezien in de afgelopen jaren vanaf dat de SER is geïnstalleerd, dat er heel weinig adviezen gevraagd zijn van de regering. Wij denken dat we ongevraagd ook veel adviezen zullen geven. En daartoe zullen we niet alleen onze eigen deskundigheid gebruiken, maar ik denk dat we ook gewoon veel mensen gewoon vanuit die samenleving, want er is heel veel deskundigheid, er is heel veel goede visie over ontwikkeling en groei. En dan heb ik het niet alleen over sociaal-economische groei en ontwikkeling, maar brede lagen van die samenleving. Ik praat dus dan bijvoorbeeld ook over onderwijs, leerplicht, hoe gaan we dat doen. Het slagingspercentage. Nu zien we wel dat dit jaar de slagingspercentages een enorm grote, in vergelijking met de andere landen, mooie groei vertonen. En dat is mooi, maar we moeten die trend trend moeten we gewoon bijhouden. Mevrouw Hendorie, welke taak zal de VSB vervullen binnen de Sociaal-Economische Raad? Nou, in ieder geval zijn we als VSB heel erg blij met een dag als vandaag, dat we zo'n belangrijke instelling als de Sociaal-Economische Raad vandaag hebben kunnen installeren. En we kunnen dus aan de slag. Er is al heel veel dat we vanuit regeringszijde hebben vernomen, dat er aan voorbereidend werk is gedaan. En de VSB zal vanuit haar optiek, vanuit haar invalshoek als werkgevers kijken op welke manier we een goede balans kunnen krijgen in het doen opleven van de economische bedrijvigheid in Suriname en tegelijkertijd ook hoe we de sociale impact van alles wat nu op ons afkomt, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen opvangen. Dus er is een goede balans vinden tussen de economische bedrijvigheid, de sociale gevolgen en de nationale groei die we met z'n allen willen bereiken. Daarom ook heel fijn dat we dus als tripartiet overleg met elkaar nu de komende periode, we begrijpen al direct morgen, dat er al een pakket van maatregelen die de regering voornemens is te doen, dat wij daarover een oordeel mogen hebben. We zullen dat doen zoals we dat ook de vorige keer hebben gedaan, in goed overleg met elkaar, een goede evenwicht vinden tussen de verschillende belangen van al degenen die betrokken zijn. Maar het belangrijkste is dat we Surinamers zijn. Vanuit een nationale optiek gaan kijken, niet vergeten onze organisaties die wij moeten vertegenwoordigen, bedrijvenorganisaties. En dat we dat wel moeten doen, waarbij we een goede balans vinden tussen onze eigen, laten we zeggen, bedrijfsbelangen, die van de medewerkers, maar ook die van onze consumenten. De Staatsraad is op maandag 14 september 2020 geïnstalleerd. De samenstelling van de Staatsraad is een afspiegeling van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Nationale Assemblée. Ook vertegenwoordigers van de vakbeweging en werkgeversorganisaties nemen zitting in het hoogste grondwettelijk adviesorgaan van de president. In het teken van de aanvang van een nieuwe zittingsperiode van de Staatsraad. In verband met het verlopen van de vorige zittingsperiode na de afgelopen verkiezingen. Ga je toestemming vragen? Anders ga ik weer wenk krijgen dat ze me niet verstaan. Er is COVID-afstand, maar onze harten zijn dicht bij elkaar. Dat is belangrijk. Met de nieuwe zittingsperiode van de Staatsraad zal de Staatsraad ook opnieuw worden bemenst
op basis van een representatieve vertegenwoordiging van de politieke organisaties, de werknemers en werkgevers. De nieuwe bemensing vindt plaats op basis van de voordrachten die we hebben ontvangen vanuit de in de Nationale Assemblée vertegenwoordigde politieke organisaties, vanuit de vakbonden en vanuit de organisaties van de ondernemers. Allereerst is het goed vast te stellen dat alle fracties in de Nationale Assemblée tenminste één zetel in de Staatsraad toebedeeld hebben gekregen. De overige zetels zijn verdeeld op basis van een evenwichtige verdeling gebaseerd op de grootte van de fracties. Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend ingenomen met een goede vertegenwoordiging namens de vakbonden door de Progressieve Werknemersorganisatie en de Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden en namens het bedrijfsleven door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. De Staatsraad is het hoogste grondwettelijk adviesorgaan van de president van de Republiek Suriname. De Staatsraad is ingesteld bij de grondwet. In de grondwet is de taak van de Staatsraad als volgt gedefinieerd. A. Het adviseren van de president bij de uitoefening van zijn ambt als staatshoofd en als hoofd van de regering. B. Het adviseren van de regering over algemene beleidsaangelegenheden en over de inhoud van wetsontwerpen alsmede volkenrechtelijke overeenkomsten waarvan de goedkeuring in de Nationale Assemblée is vereist. C. Het adviseren van de regering over ontwerpwetten en staatsbesluiten. De president van de Republiek Suriname is qualitate qua voorzitter van de Staatsraad. In die hoedanigheid zal ik zelf regelmatig de Staatsraad ook voortzitten en ook participeren. Dat heb ik tot nog toe gedaan. Vandaag hebben we de laatste Staatsraadvergadering gehad met de oude Staatsraad, waarbij ik de uitgetreden leden ook bedankt heb. Nou, de Staatsraad is een constitutioneel orgaan. Het is ook een van de organen waar, zoals de president vooraf daar net gezegd had, dat de wetsvoorstellen, ontwerpwetten, vooraf aan de Staatsraad worden aangeboden, voordat ze voor goedkeuring aan de Nationale Assemblée worden aangeboden. Vandaar dus dat de Staatsraad een belangrijke functie uitoefent. En behalve de wetsontwerpen en staatsbesluiten kan je ook dus de president en de regering kan je van advies voorzien. De Staatsraad heeft een belangrijke functie. Het is een constitutioneel orgaan. Geen onbekend werkterrein voor mij. Ik heb al een termijn Staatsraad lidmaatschap gehad. Dus nu ben ik daar weer voorgedragen en benoemd en daarnet geïnstalleerd. De Staatsraad is natuurlijk heel belangrijk om voorafgaand aan de totstandkoming van wetten advies uit te brengen aan de president. En in dat kader, ook niet alleen wat wetten betreft, maar ook ten aanzien van beleidsaangelegenheden, zoals de president het zelf heeft aangegeven, is het belangrijk dat al die zaken de Staatsraad passeren. En in de Staatsraad heb je natuurlijk een mengelmoes van de politieke partijen, politieke inzichten, maar ook nog het bedrijfsleven en de vakvereniging, die allemaal vertegenwoordigd zijn, waardoor je van meerdere invalshoeken de adviezen kan binnenkrijgen voor de president. De president heeft net benadrukt, maar zoals ook in onze grondwet en wet of staatsraad is aangegeven, is eigenlijk onze belangrijke adviserende orgaan naar de president in de uitoefening van zijn ambt als staatshoofd. Maar daarnaast ook voor adviezen, beleidsaangelegenheden betreffende aan de regering. En natuurlijk wat algemeen bekend is, dat van de wetsproducten, voordat ze naar DNA gaan, worden dat beoordeeld door de Staatsraad. De president heeft net ook benadrukt dat hij veel meer taken en bevoegdheden niet buiten wat is aangegeven, maar daarbinnen zal toevertrouwen aan de Staatsraad. En dat wat de adviezen betreft van de Staatsraad voor hem heel belangrijk zijn. Nou, ik denk dat halverwege het
De eerste periode was het leren. Ik heb het heel snel opgepakt. En ik verwacht dus dat eindelijk deze nieuwe fase voor mij een andere fase van leren wordt. En los van het feit dat ik eindelijk bepaalde inzichten had, die nu wel zijn meegenomen in deze nieuwe situatie. Want de president is erop teruggekomen. Een van de belangrijke dingen is namelijk dat de president heeft aangekondigd dat hij zoveel als mogelijk bij de vergaderingen, aan de vergaderingen deel zal nemen. Ik zeg erbij dat hij niet bij allemaal moet komen, want je wil wel de ruimte hebben om als raad uitgebreid te kunnen discussiëren zonder rekening te houden met de aanwezigheid van de president. En uiteindelijk moet er een advies gaan naar de president, maar hij hoeft niet per se altijd erbij te zijn. Ik verwacht wel dat er wanneer er brandende issues zijn, dat hij er wel zal zijn. En dat is eigenlijk ondertussen al gebeurd hoor, in de net even fase van die overgang voor deze nieuwe installatie. En dat was Focus. Ofschoon de COVID-19-maatregelen enigszins zijn aangepast, doen wij een beroep op u om alle maatregelen na te leven. Vergeet u niet alle gezondheidsmaatregelen in acht te nemen. Een daling van het aantal besmettingen is nog geen reden om in een hoera-stemming te zijn. Ten overvloede herhalen we ze voor u. Goede ventilatie, het dragen van een mond- en neusbedekking, handhygiëne en de 2 meter afstand. Vergeet u niet om ook gezond te eten en beweeg veel. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.